Ja, ik zit echt al 8 jaar op Instagram, dus dat is echt bijna vanaf het begin. En nu denk ik van, jezus meisje, dat heb je allemaal met je nek hangen. Ach, dat is echt cool. Het was echt een beest hier. Yo, welkom terug bij een nieuwe video en ook gelijk bij een nieuw intro. Ik ben echt zo benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik ben er echt mega blij mee. Ik dacht na 1,5 jaar is het wel eventjes tijd voor een kleine verandering. Aangezien ik er amper meer uitzie zoals die foto's in de intro. Ik ga helemaal stuk. Dus laat me even in de comments weten wat jullie ervan vinden. Of jullie de nieuwe beter vinden of de oude. Ik ben heel erg benieuwd. En doordat ik een beetje goed aan het kijken was naar die foto van die oude intro, dacht ik, nou, om even helemaal in het thema te blijven, ga ik reageren op mijn oude Instagram foto's van 8 jaar geleden. Ja, ik zit echt al 8 jaar op Instagram, dus dat is echt bijna vanaf het begin. En toen postte ik dus ook echt al outfitfoto's. En oh my god, ik ben echt, ik weet ook niet meer wat ik allemaal precies heb gepost. Want ik ben echt al heel lang niet meer zo ver naar beneden gescrollt. Dus ik dacht van, laten we dat gewoon vandaag samen eventjes doen. Doe alvast even een duimpje omhoog als je ook zin hebt om te cringe op mijn foto's van 8 jaar geleden. En vergeet zeker ook niet eventjes te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En je wilt op de hoogte blijven van mijn fashion en outfit en kleding video's. Ik heb net al eventjes helemaal naar beneden gescrollt. Dus hij staat al helemaal klaar. Oh, ik ga hier zo stuk doen. Ik ben zo benieuwd. Oké, we gaan naar mijn allereerste foto. Tenminste, het is officieel niet mijn allereerste foto die ik ooit heb geplaatst. Want op een gegeven moment was ik niet meer tevreden over mijn feed. En toen had ik alles verwijderd. En toen ben ik dus op 19 juni 2012 weer begonnen. Nou, deze foto, het is echt hilarisch. Want ik was hier helemaal proud op. Dit was gewoon echt een hele skere foto met allemaal mensen. Waarvan ik helemaal mijn benen had uitgesneden. Zo, dat is altijd een helemaal coole fashion foto. Ik was sowieso, omdat ik een modeopleiding deed hier in Den Haag ook, was ik altijd al heel erg bezig met mode en fashion. En een mooie feed creëren. Ik was zo stuk. Hier had ik zo'n krokodillen zonder bril gekocht van Anna Delle Russo. Daar was ik echt helemaal weg van. Nou, ik weet niet of jullie deze foto's nog kennen. Maar wij maakten altijd met onze vriendinnen. Gingen we in zo'n rondje staan en maakten we foto's van onze schoenen van boven. En die Isabel Marans. Oh mijn god, daar zou je toch nu niet meer dood in gevonden willen worden. Maar toen was dat echt helemaal de shit. Dit was toen ook helemaal een trend om die soort van lagen met kettingen over elkaar te doen. Er was zo'n meisje Dylan Lex op Instagram. Die deed dat altijd en ze was helemaal mijn voorbeeld. Dus dan had ik dus dit soort dingen echt nu denk ik van, jezus meisje, dat heb je allemaal met je nek hangen. Oh mijn god. En die armpart is echt, dus soms had ik echt letterlijk tot hier zo allemaal armbanden om. Dat je echt denkt, nou deze meid, waar gaat die met al dat goud? Hier gingen we Sinterklaas of kerst vieren en toen had een vriend van mij voor een vriendinnetje zo'n Jill Sander beanie gemaakt. Dus dat was ook heel grappig. Die had hij nagemaakt, die had ik hier op. Oh wat grappig. Oh kijk dan, dit is toch, die herkent mij toch niet meer hier. Die blouse en dan die vreselijke lage jeans met dat riempje zo en dan die schoenen. Maar even serieus, we kunnen het even over mijn haar hebben. Mijn haar was wel echt 80 keer beter hier zo. Gewoon, het was echt lang en dik en niet zo dood. Neem ik maar een knotje omdat het echt zo dramatisch vreselijk lelijk is. Oh, en deze kende zo trui nog. Nou, dat was echt, als je daar nu nog iemand mee ziet lopen, dan denk je, nou, laten we dat maar even heel snel uittrekken dat ding. Maar toen was dat helemaal geweldig. Dit had ik bij zo'n een of andere Chinese site gekocht. Volgens mij was het niet bij Rumble of zo toen destijds. Maar ik vind het wel echt heel erg grappig hoe je dan ziet hoe je stijl dan soort van verandert op dit. Deze jas vond ik ook echt helemaal geweldig. Die heb ik volgens mij van mijn moeder gejat ook nog. Oh, en dit! Nou, hier voel ik me helemaal ook haute couture, wavy. Toen had H&M zo'n samenwerking uitgevoerd met Mariela. Ik vond deze foto, ik dacht, oh my god, dit is echt zo cool. Ik heb echt die top uiteindelijk nooit naar school aangedaan. Omdat dat natuurlijk veel te extravagant was voor Mondriaan. Op zich, wat ik wel echt grappig vind ook aan deze feed, is dat ik wel wat meer van die detail shots en zo altijd tussendoor deed. Dat doe ik nu eigenlijk bijna nooit meer. Als ik dit zie, dan denk ik van, oh ja, dat is misschien toch wel leuk om te doen. Heel vaak van die ringen ook. Van die soort van YSL dingen. Dit was toen volgens mij van Balenciaga destijds. Dat vond ik ook echt helemaal geweldig. Oh, dit is ook echt een hilarisch verhaal. Ik had dus op een gegeven moment een soort van handeltje in van die nep Chanel boy bags. In van die nep Chanel Lego bags en zo. Die bestelde ik dan allemaal op iOffer. En dan ging dat gewoon echt, toen kon je die dingen voor 250 euro, 300 verkopen. Omdat niemand in Nederland die maakte dat nog na. Of je had toen nog niet echt veel van die webshops die dat deden. Dus dat was echt gewoon mijn kleine goudmijn. Oh hier, wat grappig. Thanks for having me, Lost in Style NL. Check it out, lostinstyle.nl. Dit was een artikel wat iemand over mij had geschreven.
Oh ja, en door dit outfitje, hier zou mij toch helemaal nooit meer in lopen, zo abstract. Dat is echt heel grappig. Ik had toen wel zo'n grappige koeienbroek. En dan die jas. Oh, blij! Deze foto vond ik dan helemaal leuk, omdat die sjaal dan zo bewoog. Dat ik, ach, dat is echt cool. Hier, al van die DTO-shortjes, we waren in Parijs met school. Oh ja, hier. Nou, hier heb ik dat aan. Ik had ook altijd loafertjes of van die slip-ons om. En dit waren dan van die slip-ons met van dat haar. En ik weet nog wel dat Celine had die toen uitgebracht. Toen had ze die op een gegeven moment bij de Zara. Dat was helemaal een hype. Oh, dit ook. Ik lachte zo overdreven ook overal. Met die schouders zo omhoog. Oh, wat intens. Ik herken me. Dit is gewoon zo grappig. Het lijkt ook echt alsof ik nu naar een andere persoon aan het kijken ben. Ah, hier ben ik echt nog klein. Ik vind het wel een schattige foto van mezelf. Wat hebben we nog meer? Oh ja, hier had ik weer even een OOTD bij de IKEA. Maar daar had ik weer even een zak snoep gehaald. Dipperol. Maar ook dit. Dit is gewoon echt... Ik vind dit zo grappig. Ik was op een gegeven moment dus helemaal weg van Kos. En nu, ik ben er echt al jaren niet meer geweest eigenlijk. Terwijl ze volgens mij nog wel prima basics hebben. Maar deze hele outfit is ook helemaal van Kos. Had ik van die Kos-kettingen, lekker minimalistiek en abstract. Nou, dan had ik hier, was weer helemaal een festival vibe. Weer allemaal van die armbandjes. Hier was ik in Macedonië. Had ik ook weer zo'n koeienbroekje. Dat is wel weer grappig. Toen was dus dat koeien helemaal fashion. En dat komt dus nu ook weer helemaal terug. Je ziet nu ook weer overal die koeienprintjes. Hier ook. Ah, ik was zo schattig. Ik was toch zo onwetend en naïef. Dat straal ik hier ook gewoon echt uit. Oh, die mochila tasjes. Kennen jullie die nog? Nou, daar was ik ook helemaal weg van. Ik denk dat hier begon ik een beetje met kleur te experimenteren. Vanaf die of zo. Nou, dat zie je hier dan weer niet terug. Het is oh, doodgaan. Hier zie je ook weer dat mochila. Maar ik durfde het denk ik gewoon. Ik vond dat kleur wel heel vet. Maar ik durfde het nog niet zo goed of zo. Dus ik droeg altijd heel veel spijker. En dan gewoon van dit soort basic shirts. Nou, je zou mij nu nooit meer in zo'n strepen shirt zien ook. Deze canvas tas had ik toen zelf laten bedrukken. Want dit zag je toen overal op Tumblr volgens mij destijds. Heel grappig. Oh, hier heb ik die tas dan weer aan. Kijk, heel moeilijk op deze foto. Lekker strak broekje aan. Oh, hier is een lekker festival outfitje. Altijd deze ook. Ah, en hier met de fam. Ik zag er wel toen veel uitgeruster en gezonder uit ofzo. Oh, ik mis wel echt dat lange haar. Ik vind het echt zo kut dat mijn haar zo verpest is nu. Echt sad life. Hier ook weer. Gewoon, het is heel donker. Heel veel donkere kleding had ik altijd. Maar wel van die gekke schoentjes dan. Dit vond ik dan helemaal cool. Helemaal mild. Hier ook weer helemaal in het zwart. En dan met zo'n soort gekke hoed. Oh mijn god, die hoed staat mij ook echt niet. Ik ga stuk. Ik vind het wel jammer dat je nergens echt mijn gezicht ziet. Hier zo ook weer helemaal donker, duisternis. Welk jaartal zijn we nu inmiddels? Oh, dit is inmiddels 2014, dat is 6 jaar geleden. Je sta ik lekker met een beuk, gingen we de bus in. Nou, dat vond ik ook weer helemaal dat ik dacht... Nou, ik dacht, ik ben helemaal Instagrammer nu. Weer, oh, overal. Peace. Lekker met mijn Dior tasje, waar echt letterlijk één lipstift in zat. Die ik per se bij de Dior winkel wilde kopen, zodat ik dat tasje mee kreeg. Dat ik er een foto mee kon maken, echt heel sad. Hier ook weer helemaal zwart. Ik vind het jasje trouwens op zich wel grappig. Oh ja, mijn Balenciaga tas die ik toen op Marktplaats had gevonden. Waarvan ik nog steeds niet weet of het nou een echte was of een neppe. Hier was ik gefotografeerd door een fashion photographer. Dit was op open air toen. Met die ketting en dat tasje en die riem. Ik vind het zo grappig. Die overgang hier van mijn feet ook weer helemaal soort van heel minimalistisch. Heel wit, grijsachtig. Ik word hier niet heel erg vrolijk van als ik hier naar kijk. Deze rozen waren wel mooi. Dit was in Rome volgens mij. Ook weer met zo'n blouse en dan zo'n zwart ding en een zwarte broek. Maar dat haar, jongens. Oh, ik mis het. Ik mis het. Oh ja, deze tas was helemaal mijn baby. Die had ik toen bij Sandro gekocht. Vond ik geweldig. En toen had ik schoentjes van Acne. Ik was echt een beest hier. Hier ook weer zo saai. Ik sta hier ook zo debiel. Ik ga stuk. Ik sta zo alsof ik half om was. Heel ongemakkelijk. Echt zieke awkward turtle. Hier zo ook. Helemaal zonde kleur gewoon. Hier weer helemaal black. Black, 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 black. Weer zwart. Alleen maar zwart. Van wat dacht ik ook dat ik telkens weer zo'n outfitfoto plaats. Want het ziet er echt allemaal hetzelfde uit. Het wordt hier opeens super wit allemaal. En van die marble dingetjes. Heel grappig. Nou, hier nog steeds allemaal boring. Grijs. Hier zo weer beige.
streepjes. Helemaal cool sjaaltje erbij gedaan. Oh, dit. Ik stond echt zo overdreven heftig ook altijd op foto. Op een gegeven moment, bijna op 11 foto's, stond ik altijd zo. Oh, en deze is ook zo grappig. Hier zo helemaal zwarte outfit met hakken, jongens. Ik en hakken. Van wat is dit? Wie is deze persoon? Ik vind het wel echt heel erg leuk om te zien hoe erg eigenlijk mijn stijl veranderd is. Helemaal echt als je keek naar die beginfeed. Gewoon heel saai, grijs, wit. Heel minimalistisch dingen van kos en zo. Die droeg dat ik echt nu denk ik zou dat nooit van mijn langzame leven niet meer aantrekken. Nu hou ik gewoon lekker van dit soort chill truitjes. En echt, nou ik weet niet. Ik vond het heel grappig. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat het eventjes weten in de reacties. En laat ook even weten wat je van mijn nieuwe intro vindt. Ah yes. En dan zie ik jullie dinsdag gewoon weer bij een nieuwe fit.